Minister Wiegel wil meer geld voor een betere beveiliging van de politie. Tot de velen die op de begrafenis zullen zijn van president Tito van Joegoslavië horen de Sovjet-president Brezhnev en de prinsen Bernard en Klaus. Alleen een permanent circuit voor motorraces voorkomt dodelijke ongelukken met toeschouwers, zoals gisteren in Ammerzoden. Dat zegt KNMV-voorzitter Vassen. Goedenavond. Het kabinet gaat enkele miljoenen uittrekken voor betere beveiliging van de politie bij rellen. Dat hebben de ministers De Ruiter van Justitie en Wiegel van Binnenlandse Zaken toegezegd aan vertegenwoordigers van de politiebonden. Die hadden om overleg gevraagd naar aanleiding van de rellen rondom de troonswisseling vorige week in Amsterdam. Minister Wiegel nu in gesprek met onze verslaggever Hans Hillen. Meneer Wiegel, betere beveiliging voor de politieman. Die is pertinent, noodzakelijk, gaat natuurlijk ook geld kosten. Maar ik vind dat de veiligheid van de politieman voorop moet staan. En de minister van Justitie en ik zullen dus voorstellen aan de ministerraad overleggen. Voornamelijk voorstellen, dat geldt dan voor de korte termijn, die erop gericht zijn om verwondingen die agenten kunnen oplopen, om die zo goed mogelijk via een betere uitrusting nog te voorkomen. Ja, vorige week heb je ook gepraat over betere wapens voor de politieagent. Dat is een beetje op de tweede plan gekomen. Dat vergt in ieder geval nadere studie, dat kost wat langer. Maar we hebben ook afgesproken met de bonden vanochtend dat de bewapenings- en uitrustingscommissie van ons de taak krijgt. En de bonden gaan ook met die commissie praten om ook dat aspect nog eens grondig door te exerceren. De politiebonden hebben de ministers gevraagd om bij rellen, zoals die in Amsterdam, meer en eerder arrestaties te verrichten. Er zijn ernstige misdrijven gepleegd, zoals poging tot doodslag op veel agenten. Het rechtsgevoel eist dat dat niet ongestraft kan blijven, zeggen de bonden. Meer en eerder arresteren dus. Wordt dat het beleid, vroegen we aan minister De Ruiter. Men heeft gezegd, het gaat toch eigenlijk niet aan dat als er zware misdrijven soms tegen de politie worden gepleegd, dat dat ongestraft zou kunnen passeren. En er is een vrij belangrijk aantal arrestaties gepleegd en we zullen in de toekomst zeker moeten overwegen of op dat punt niet nadere aandacht nodig is. Er is een zekere spanning tussen het verrichten van arrestaties en het feitelijk doen ophouden van de rellen. Ik zal het nu maar in het kort uitdrukken, maar het punt zal zeker nader worden bekeken. Over arrestaties gesproken, er is nogal wat gebeurd vorige week in Amsterdam. En nou is er ook nogal wat beeldmateriaal, foto, film. Ook de politie heeft zelf gefilmd. Kan ik aannemen dat er nog arrestaties kunnen plaatsvinden achteraf? Ze kunnen natuurlijk zeker plaatsvinden. In hoeverre dat gebeurt hangt inderdaad af van de aanknopingspunten die dat materiaal biedt. Dat wordt allemaal heel goed bekeken. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit soort beelden niet tot bewijs zouden kunnen meewerken. In Parijs zijn 5 jonge West-Duitse vrouwen gearresteerd. Die worden verdacht van terreuracties. Een van haar is de 35-jarige Sieglinde Hofman. Die werd gezocht wegens betrokkenheid bij de moord op de bankier Jürgen Ponto. De Franse politie deed gisteravond een inval in een flat waar de 5 vrouwen waren. Er werden verder molotovcocktails, pistolen en munitie aangetroffen. De vrouwen werden overmand voor ze zich konden verweren. Sieglinde Hofman wordt beschouwd als een lid van de harde kern van de Rote Armee-fractie. In Moskou is bekendgemaakt dat de president en partijleider Brezhnev persoonlijk de Sovjet-delegatie naar de begrafenis van Tito zal leiden. Bijna 30 presidenten, premiers en vorstelijke personen hebben ook aangekondigd bij de rouwplechtigheid te zullen zijn. Vanmorgen heeft Brezhnev met andere hoge Russische leiders de Joegoslavische ambassade in Moskou bezocht om het condoleanceregister te tekenen. Bijna de hele Sovjet-top was er om eer te bewijzen aan de overleden Joegoslavische president. Brezhnev tekende als eerste van de delegatie. In de grote zaal van het vakbondshuis in Belgrado heeft de Joegoslavische leiding Tito plechtig herdacht. Vladimir Bakaric, die de grootste vertrouweling van Tito was, noemde diens levenswerk een garantie voor de toekomst van het land, dat als een oogappel zal worden beschermd. Aanwezig waren ook de 2 zoons van Tito en zijn vrouw Jovanka. De vlaggen half stok. Heel Joegoslavië is gehuld in diepe rouw. Overal in de hoofdstad Belgrado is het portret van Tito te zien. De etalages van boekwinkels tonen de vele werken die hij heeft geschreven. Tito heeft ook hier een belangrijke erfenis achtergelaten. Prins Klaus, prins Bernhard, premier van Acht en minister van de Klauw van Buitenlandse Zaken zullen morgenmiddag naar Belgrado vertrekken om de begrafenis bij te wonen. Dodelijke ongelukken met toeschouwers bij motorraces kunnen alleen worden voorkomen als er in ons land een permanent circuit voor motorraces komt. Zo reageerde de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging vandaag op de 2 ernstige ongelukken gisteren tijdens motorraces in het Gelderse dorp Ammerzoden.
Daarbij kwamen twee coureurs en één toeschouwer om het leven. Vanmorgen overleed een tweede zwaargewonde toeschouwer in het ziekenhuis in Tilburg. Bij de races in de straten van Amersfoort stonden de toeschouwers veel te dicht op de baan. Op een permanent circuit voor motorraces zou dat nooit kunnen gebeuren, vertelde secretaris Vaassen van de motorrijdersvereniging aan Hugo van Rijn. Wij willen permanente circuits omdat daarmee de veiligheid van de toeschouwers optimaal gegarandeerd is en de veiligheid voor de coureurs sterk verbeterd wordt. Maar vallen er op een permanent circuit dan nooit meer doden? Doden is inherent aan sport met verhoogd risico, dus er zullen zeker nog wel doden vallen, maar het zal zeker minder zijn. Wat zijn de verdere voordelen van een permanent circuit? Verder voordelen van een permanent circuit is dat wij aan de opleiding van de coureurs, waar we nu al erg veel aandacht besteden, nog meer aandacht kunnen besteden. De rijtechnische opleiding, dat we minder ervaren coureurs uitsluitend op permanente circuits kunnen laten racen. Die hoeven dan niet meer op een stratencircuit te racen, de stratencircuits waarop juist de meeste ongelukken zijn gebeurd de laatste tijd. Dat is juist. Er kunnen alleen maar ongevallen op straatcircuits gebeuren. We hebben in Nederland buiten Zandvoort alleen maar stratencircuits. De rijders hoeven dan ook niet meer op deze stratencircuits. Ze zullen zich veiliger voelen. Een permanent circuit is aangelegd voor te racen. Een stratencircuit is daar in eerste instantie niet voor bedoeld. Maar als zo'n permanent motorracecircuit dan zoveel veiliger is, waarom hebben we het dan al lang niet? Dat is ook ons probleem. Wij zijn er constant mee bezig. De overheid zorgt voor de sportaccommodaties in Nederland, zorgt voor honderden voetbalvelden, tennisbanen, zwembaden en ga maar zo door. Motorracen is een tak van sport wat problemen met zich meegeeft. Ruimtelijke ordening, geluid, lawaai, milieu en dat zullen de grootste knelpunten zijn. De finale om de KNVB-beker tussen Ajax en Feyenoord wordt gespeeld in Rotterdam in het Feyenoordstadion. Dat is het resultaat van de loting die vanmiddag in het KNVB-sportcentrum in Zeist werd verricht. Die loting was nodig omdat de clubs het niet eens konden worden over de plaats waar men zou spelen. Mocht de wedstrijd op zaterdag 17 mei na verlenging onbeslist eindigen, dan wordt er over gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam op donderdag 22 mei. De weersverwachting. Wolkenvelden en een enkele bui. Middagtemperatuur van 10 graden op de Wadden tot ongeveer 15 in Brabant en Limburg. De vooruitzichten voor donderdag en vrijdag. Eerst af en toe buien, vooral later ook opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Einde van dit journaal. Goedenavond.